We rollen al. Wow. Ja, man. Wauw, man. We zijn bij Comfort Talk Show. Mijn naam is Stefano Holwijn. Rechts van me zit Yuki Christus. Wow. En vandaag hebben we niemand minder dan Patrick Mordy, hey. DJ en YouTuber. Zeg ze meteen wat die man <laughs> allemaal doet. Zeg ze meteen. Zeg ze ik, ga, meteen. Ik, ik ga ze niet eens te veel zeggen, man. We Shout gaan out. er meteen induiken is, is in duiken. is die man van doen. Japan. Wow. Is die man met die twee tons. Abonnees op YouTube. 2.41 als u het goed 2.41. Is die man die pakt miljoenen views op één video. Wauw. Is die man die woont half in Nederland, half in Japan. Wauw. Is die man kan Japans. Zeg iets in Japans. Onigashimasu. Oh. Je hoort het man. De Five zijn hier. We zijn ja. met de one and only Patrick Mordy, man. Ja, nou, Hoe is het? Dankjewel, dankjewel. Gaat goed. Thanks for having me, guys. Thanks. Sowieso, man. Leuk ja, dat, je, dat je er wil zijn. Ja, man. We hebben ook toch wel een, een primeurtje, een exclusiefje, want ja, je man. hebt niet er, ergens eerder gezeten. Nee. echt er, ergens nee, uh, nee, nee, geïnterviewd. Nee, nog nooit. Nou. Ja, ik heb wel eens... Ja. Tijdschrift dingetjes. Ja, wel dingetjes, ja, ja, ja. Maar... Maar nooit, nooit bij een podcast, nee, dus dat oh. is wel leuk. Welkom, man. Oh, man. Dank je we wel. Ik vind het leuk dat je er bent. Ik ga Dank jullie eerlijk jou. zeggen, kijkers, we hebben al veel kleine dingetjes <laughs> besproken hiervoor. Ja. Maar nu gaan we er echt in duiken en we gaan gewoon meteen zeggen: van... hé hey, bro, je gaat hard in Japan nu met je content. Dat gaat heel goed, ja. Waar is die, die, die fascinatie met Japan überhaupt begonnen, man? Wauw, het is al. Het zijn heel veel factoren geweest als ik erover nadenk. De eerste keer dat ik in Japan was, was 2013 volgens mij. En dat was voor de, de tourist rush. Dus in 2014 had je een nieuw president in Japan. En die kondigde aan: we gaan Inzetten. toeristen yes. hier brengen. Ja. Alleen wij waren daar dus net een jaar voor. Ik was met FS Green daarheen gegaan. Random. We dachten, we gaan gewoon. Oh, niet, niet om, voor een geek. Of... Nee, voor okay, niks, man. Yeah. Ik had, we waren allebei allemaal vrij. Ik was met FS Green en Milo, andere homie van ons. En uh, we waren een beetje aan het checken van waar, waar zullen we heen gaan. En shout out Master Lee. Hij, was vroeger, hij werkte voor Pata, designer voor Pata. Die zei: van, Hey guys, jullie moeten naar Japan. Want uh, ik ben daar vaak geweest en uh, we hope. hebben veel connectie met Pata. Ga erheen, jullie gaan het leuk hebben. En uh, he didn't lie, man. we kwamen <laughs> daar echt bij toeval in april, toen de kerstbloesem daar was. Dus we kwamen aan ja. een soort van: wow, what, Alles wat zat mee, op... gore, Ja, man. alles zat mee, Het was een yeah. soort dream. En uh, elke dag werden we wakker met een bericht van Master Lee: van hé, hey, dit is een homie van ons. Ga even langs bij hem. Was dan een of andere lijpfotograaf of een of andere designer. Dus elke dag kregen we vanuit uh, kennissen of vrienden een soort iets leuks om te doen, waardoor het natuurlijk onze ervaring in Japan soort helemaal een dream had gemaakt, waardoor de we, ja, we werden allemaal gewoon verliefd. Op Vandaag waren jullie? we er. toen, waren we maar twee weken. Oh, twee weken. Ja, oh. en dat was okay. niet yeah. genoeg. Ja. Yeah. En op ons laatste avond hadden we bij toeval twee nachten voordat we weggingen hadden we bij toeval uh, gingen we bolen s'nachts, want dat kan in Tokyo. Dus gingen we om half vier s'nachts of zo, gingen we bowlen, Een beetje een klein drankje op natuurlijk. En uh, als ik terugdenk, ja, ik was 22 of zo toen de tijd, 23. En toen hadden we twee Japanners naast ons, die wilden tegen ons bowlen. En uh, de winnaar die zou dan shotjes uh, uh, krijgen van de verliezer. En toen uh, we hadden we gewonnen en zij dus waren veel te dronken. Dus hij zei: Kom naar mijn bar uh, als jullie tijd hebben morgen dan krijgen jullie drankjes van ons, want ik heb een bar ergens in Tokio. Tuurlijk kom je iemand tegen met de bar. En, en, en dat, ja. Het was heel leuk, want zijn naam was Dutch, weet ik nog. Hij mm. heette Dutch. Dat ja. was gewoon echt zijn naam. En wij zeiden, ik oh, komen uit Nederland. Dus we hadden een soort ja, ja. gekke, gekke toriën. Ja, ja. kwam kwamen in die bar de volgende dag en die guy was er niet, maar zijn personeel die was daar, die belde hem van, ja, er zijn Drie buitenlanders hier. <laughs> wat, uh, wat, ja. Wat zeiden: Ja, geef ze gewoon gratis drank de hele avond. Oeh. En toen hebben we dus die twee guys die aan het werk waren, daar, daar hadden we zo'n leuke nacht mee. Met gewoon lekker drinken. Ze hadden de bar op een gegeven moment dichtgegooid. Dan zijn we uitgegaan met z'n allen. Dat zijn dus nu nog steeds vrienden van mij. Oh, lijp. Ja. ja, ja. ja. Dus ik ken hun vrouwen. bij de bruiloft geweest. Ja. Ik heb een kids ontmoet. Oh, uh, damn. Een ontmoet ja. Van, ja. van een avondbollen gewoon. Van een avondje bollen. Dus wat ik heb, heb jij een, niet zo veranderd? <laughs> we met er nee, echt maar, Ja, Jij bent ook Ik heb een paar boys ontmoet wel. Maar ze waren jongs. Dus het was. nog, hoe ga je die collectie zo houden? Ja, bij toeval. En dan zo gewoon echt een hele diepe vriendschap die Leip. ik die filter deze nog steeds heb. Leip. Dus dat heeft dus de jaren die volgden daarop echt mij ook ja, motivatie gegeven om terug te gaan. En, en dit nou. was dan ja, dus tuurlijk. één aspect van waarom Eén je aspect nu aspect van nou, ja, zeker. Okay. Ja. En Leip. toen de tijd, ik weet ik nog die eerste jaar dat we daarheen gingen of toen die eerste keer dat we daarheen gingen, toen kwamen in Tokio nog mensen tegen in convenience stores die nog nooit Buitenlander. Een buitenlander had gezien. Ja. Laatst staan misschien een donkere jongen. Of een... Ja, maar dat wilde ik net vragen. Want wat was het verschil met. Uh, inderdaad, die toeristboom. Ja. Die uiteindelijk is gekomen en. Ja, want daarvoor ja. waren letterlijk. Ja, waren, er waren wel toeristen daar. Mensen gingen er wel sporadisch heen. Maar na die toeristboom. Toen kwamen echt vluchten die direct gingen goedkoper. KLM begon direct te vliegen. <tie> Japanse airlines begonnen naar Europa en Amerika te vliegen. Uh, massaal. Ja. Dus uh, daarvoor kon je nog mensen tegenkomen. die nog nooit een gesprek hadden gevoerd yeah. met een buitenlandse persoon. Dus buiten Japan, dus niet-Japanner. Yeah. Dus dan stond ik soms in een convenience store... en dan kwamen gewoon mensen naar me kijken. Gewoon, gewoon staren <laughs> naar me. Gewoon. En dan zei je van, hey, what up? En dan zeiden ze... Laten we samen een biertje doen. En dan willen ze gewoon met praten. Ja, dus dat, ja, ja. dat gaf ons ook wel echt maar een leuk. Nee, nee toen de tijd oh. nu iets meer, iets en, meer ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar toen de tijd. Uh, ja, Hoe deed je dat dan? Veel handgebaren. Ja. Want Google Translate stond toen niet eens echt. Nee. Het was niet echt papa in. Ja. Dus ja. het was veel soort van laten zien en wijzen en. Ja, zelfs ja, de taxis, die, dat was altijd heel moeilijk, weet ik nog. Mm -hmm. en, maar dat zorgt ook wel voor hele leuke situaties. Zeker. Je, gewoon, uh, ja, je moest gewoon even iets dieper gaan om een connectie te maken met iemand. Dus ik ja. ben de enige aan tafel die niet naar Japan is geweest. Het komt nog. Ja, zeker. Ja, het komt. De enige die niet naar Nigeria is geweest. Mm. Eh, -e saai. Ja, oh, hey. ja, man. Ja, ik, ja. Ben, ik ben niet zo aan, man. Maar wel Amerika. Nee, ja je wel. Oh, dat is dit? Ja, we kunnen bonden met Amerika. We kunnen bonden met Amerika. Maar um, waar, wat is het eerste jaar dat je daarna weer bent geweest na die 2013? 2016. Dat is drie jaar na. Die drie jaar, jaar ja. na. Ja, en, en toen bijna elke jaar daarna. Alleen COVID even niet. Maar waarom ging je zo daar nog de hele tijd terug? Het, het gevoel dat ik daar terug moest zijn was gewoon heel sterk. Uh -huh. dat, dat had ik nog nooit gehad bij een land eigenlijk. Uh, want ik, heb, ja, ik had wel aardig wat gereisd. Maar ik had nog nooit zo sterk als bij een land als dat bij Japan. Van oh, ik moet teruggaan. Want ik heb eigenlijk niks gezien van die stad. Ik was ja, twee weken in Tokio. En toen had ik niet eens 5% van de stad gezien. Snap je? Ja, dat veel. heb jij misschien ook ervaren? Ja, het is veel. Het, het is lijp, is echt, hè? Het is echt lijp. En. Uh, Ron heeft me ook een beetje wegwijs gemaakt. Ja. Van, hé, hey, doe dit of doe dat. En uh, ze hebben bijvoorbeeld, hé, hey, slaap in Shibuya. En hij ja. zei ook van, bro, probeer echt je tijd te nemen in Tokio, Want ja. het, is, het is echt veel. Het is echt veel. Dus ik word ook naar Kyoto en Ik geef, geef ons even een deep dive. Want ik had op Insta gevraagd van, waar moet het over hebben? Ja. Heel veel mensen waren van, hé, hey, we willen van een Japan-story even. Dus, oh, shit. Ik ben ja, uh, ook benieuwd. Ja, 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 wij ja. hebben elkaar gemist daar. Ja, man. Ja, ja, ja. ja. We waren en, wanneer, wanneer gelijk, wanneer was jij? Ja, ik was... Uh... Vorige week teruggekomen. Oh, ja. Ja, ja, ook, ik, ja, ja, ik was er uh, 3 tot 23 uit mijn hoofd. Oké, okay, ja. 3 tot ja. 23, zoiets. Ja. Ik weet niet eens wat de datum is nu. Het is dus, nu. Ja, ik kwam 17 toen kwam ik terug. Oh, 18, oh ja. 18, ja, 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 ja. En Ron kwam iets. Oh nee, Ron ja, kwam zelf, zelf, zelf als Ron. Yes, ja, yes, ja, dus yes, jij yes. was nog met Ron een paar dagen daarvoor. Yes, yes, yes. Yes. Dus echt, ja, ja, Toen hebben we elkaar niet. Maar hij was met Rich the Kid. Nee, ik was met zijn manager. Oh, ben met zijn werk. Ik word nu met ja. Want Kanye woont nu in Tokio. Oh ja, ook. Jullie kwamen Kanye tegen, toch? ik niet, maar. Nee, nee, nee. Ik Kanye. Volgens mij had hij de Rich the Kid uitgenodigd. hij kende zo zei hij toch. Hé, hé, hé. Stop met deze dingen, met deze dingen. je bent goed. Je bent goed. Ja. Ja, nee, ja. Ik bedoel, Kanye is daar. Volgens mij, elk jaar als ik daar ben, is Kanye daar. Mensen, het gaat om Kanye West. Ja, Kanye West. Heel gek. <laughs> ja, ja maar, nee ja, ik zeg je eerlijk ja. wat ja. kijk um, we zitten in een Snapchat groep en toen Oeh. zei een vriend van ons waarmee is zei van hey what the fuck ik zie Kanye West ja. en wij waren en kijk het was hier tijdsverschil zo lijp, dus hier was het ja, echt nacht is. of zo ja. Dus ik kijk en ik denk, hey, oké. Okay. Maar nu hij maakt zelf een foto dat die man ja, ergens ver zit. Gewoon. Ik denk, ja? ja hij man. zegt, ik ga hem straks boxen. Ja, 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 ja. <laughs> ik ja, weet niet of hij ja, ja. het eindstad zat gedaan, maar... Ja. Is ja, het, geluk, ja? het is echt man. Oh, ja, klopt. Ja. Hij zei, ja. Kanye was super aardig en zo. Japan ja, ja, maakt man. hem zen. Ja, volgens mij ja, 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 is hij wel oh, heel heel anders in Japan. Ja, ja maar ja, ja, ik heb ook het gevoel dat mensen ook heel anders met hem omgaan. toch Dus hij was gewoon in echt in een restaurant. Echt iets... Bij ons hotel, we ja. sliepen in Shibuya, dus en er is daar een uh, jamaikaans japans restaurant. Hard. Hard, hard. hard, goed eten. Yeah. En uh, Guest, die grappie van ons, dus, uh, zag ze auto staan, maar die auto hadden we natuurlijk gezien op de socials. Hé, ah. hey, hij is uh, in Tokio. Yeah. Dus we her hij herkende die auto meteen en hij zei: van, Bro, ik ga een reservering maken yeah. en ik hoop dat hij er dan nog goed is. Ja. Heeft hij die reservering gemaakt, is hij uiteindelijk naar binnen gegaan en zat je gewoon achter hem. Oh shit. En hij is gewoon, een big Kanye fan. Yeah. Hij zit ook in kleding en design, yeah. dus hij dacht echt van, hey, ik moet deze man minimaal gewoon een, een box geven, oh, snap je? Of yeah. gewoon zijn love geven. En toen aan het einde ergens vroeg hij uh, zijn, uh, volgens mij zijn uh, security van, hey, uh, mag ik hem uh, iets vragen? Ja. Yeah. Zij zei van ja, of iets zeggen. Zij zei ja, natuurlijk, maar, tuurlijk, maar uh, geen foto. Hij zei nee, nee, ik ga geen foto vragen. Dus hij gaf je hem gewoon even zo love. hé hey bro, je toch? Ja. Eh, dankjewel voor je info, blablabla. Bla, bla, bla zei kan je van ja, man, da, 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 ja, chill, blablabla. bla, 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 bla. Ze even snel gesproken. En uh, daarna ging kan je gewoon weg. En voor hem was dat echt een moment van ja, ja man. Ik heb gewoon, ja, hard. Kan je gewoon gezien, man. In Tokyo, Ziek, Van ja. alle plekken. Dus het was wel, uh, <clears throat> het was wel lijp, man. En daar zei hij bij, hij was super aardig. Dat is echt ja. een dingetje. Dat no, ik, ja, ja kan wel ja. begrijpen dat een land zoals uh, Japan uh, bepaalde 100%. celebrities kan humble of ja, humble chill ja. laten ja. zijn maar chill laten ja, zijn ik, man. ik zag ook die beelden toch van Travis Scott op een video's moment. gezien ja. dat ja. hij op, dat, uh, bij die Shibuya scramble bij die kruispunt staat en niemand lult hem ja, 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 man, ja. Hij, hij postte zoiets van fucker die wordt lult man ja, ja, ja. ja dat snap ik wel mensen zijn niet per se uh, ja uh, hoe heet het? Confronteren. Ja, oh, ja, het sowieso, het is, ik heb, ja, ik heb begrepen dat jij sowieso ook hebt. Je bent bekend daar, maar je hebt meestal dat achteraf mensen je pas DM'en ja. van hé hey, joh, ik heb je gezien, maar ja. spreek je niet per se aan. Ik heb veel dat mensen staren naar mm. me, heel lang of in de metro of op straat of ergens bij de stoplicht of zo. Heel sporadisch, als iemand iets extravert is, dan komen ze me echt aanspreken. Ik probeer op mijn YouTube-kanaal, mijn subscribers die mijn dingen kijken, zeg ik altijd van hé, hey, wakker, kom een Het is it's all good, laten yeah, we yeah. gewoon praten over muziek en dat soort dingen. Maar vaak krijg ik wel een DM, uh, ja, tien minuten later van, hé, hey, ik, ik zag je in de metro, of ik, uh, maar ik durfde niet ooit te zeggen. Yeah. Uh, Zijn gereserveerd uh, toch? Yeah, ja, het prima. Ja, ja, tranqui. I don't care, ik vind alles yeah. prima. Als, weet je, als ze willen engage, vind ik leuk, als ze het niet willen. Alleen soms zeg ik van, hé, hey, als je te lang staart, is het wel is het is een, een, een beetje ongemakkelijk. Al ja, maar het ja, ja. is prima, <laughs> I, I, ik, kan er, ik vind het allemaal oké. Okay. Maar als we kijken naar de, de coronatijd, die heeft jou echt die... Ja, daar hadden we het net ja, over. Ja, daar dat, hadden we het net uh, over. Ja, dat, uh, ja, in COVID, ja, dat was een... Daar begon eigenlijk mijn hele YouTube-kanaal. Uh, want, want hoezo want, begon je... Het is COVID, jij denkt ineens, ik ga filmpjes maken over Ja, nou, ik was aan het livestreamen. Ja. Hij, hij zat toen in de Melkweg. Mm -hmm. Ik zat in de Jimmy Wood toevallig. Dus ik oh, wist, yeah. we, we wisten van elkaar. En, uh, yes. Dus uh, op een gegeven moment... Uh, Naast het livestreamen, dj-sets, allemaal dat soort dingen met wat vrienden, toen zat ik thuis ook. Maar ik had thuis eigenlijk niks te doen. Maar ik had dezelfde setup thuis. Ik had een microfoon, camera, everything. En ik verveelde me gewoon. En toen zei mijn broer, die keek veel van die reaction-video's. Dat was echt zijn ding. Hij hield daar echt van. En toen zei hij van, nou, waarom uh, ga jij dat niet ook doen, weet je En toen zei ik van, ja... Is dat interessant? Ja, dat zei hij zei: Ja, jawel, kom. Dus ik keek een paar van die dingen met hem. Hij was heel interessant. Maar het was altijd jonge generatie kijkt oude generatie video's. Yeah. En ik zei tegen hem: Van ja, ik zit er tussenin, bro. Mm -hmm. Ik heb gewoon M&M geluisterd. Dus ik kan niet nu gaan reageren op uh, Cleaning Out My Closet of zo van hem. Dus ik wist <laughs> ja. ook niet waar dus ik het ja. moest. Dus ja. op een gegeven moment had ik, uh, dacht ik: Oké, okay, ik ga even, uh, ik ga, ik probeer van weer een beetje afromuziek een beetje. Uh, dus ik ging reactions maken op, uh, op Burner Boy ofzo. Had ik gedaan. En, maar ja, 12 views. Je. Yeah. no one cares. Want yeah. hij is al populair genoeg. En nogmaals, shout out Master Lee. Die stuurt mij een video. Die zegt: Yo, check even deze video. Het was van een Japanse uh, J-popster. En uh, hij zegt: Ja, kijk even deze video live. Kijk hoe dat, uh, wat je ervan vindt. Dus toen had ik dat tijdens een livestream, gewoon thuis, had ik dat gekeken nou, al een reactie gegeven, het was keihard. Heb ik het op YouTube gegooid en toen had hij in één keer 900 views. Oh. En toen dacht ik: oh shit. Um, het, het doet iets, Het ja, doet van, van twaalf views. Dus ja, het maar van die negonde doet, ja? doet veel. Ja, ja, ja. ja. Snap je? Was dus het toe... binnen een uur of binnen een ja, binnen, dag? Ja, laten we zeggen binnen 7 uur of zo. Ik had oh, ja, ja, online ja, gehoord, ja. ging pitten, toen werd ik wakker. Toen stond hij oh, op dat lekker man. Je dacht van, hé, vaka. Ja, en toen dacht ik, oké, ik hou van Japanse muziek. Laat me even verdiepen. Ik heb niks te doen, het is COVID. me, laten we gewoon, ik neem wel meerdere dingen op. Dus toen begon ik zo langzaam, langzaam. En echt binnen een maand zat hij op. Ja, twee, twee, drie duizend subscribers. Van nul. Yeah. Ja, dat is okay, veel. Dus toen dacht ik: van oké. Okay. Toen ben ik gewoon: uh, when we'll go with it. Yeah. En toen, uh, het was voor mij altijd een hele leuke bezigheid geweest. En mm -hmm. uh, zo leerde ik ook een cultuur kennen op een hele andere manier. Dus ik kreeg ook uh, aanvragen, weet je, in de comments: van, hey, check dit, check dit, check dit. Dus ik begon zo heel langzaam alles te checken. En op een gegeven moment zat ik op 10.000 subscribers volgens mij. En mm -hmm. toen maakte ik een grap. Van hé, als ik 100.000 hit, dan kom ik naar Japan gelijk. Mm -hmm. En dat ging uh, ja, binnen vijf, zes maanden. had ik 100.000 ja? van tien. Hit, nou. hey, dat is, Shush, lief, hoor. Dat is ja. echt lijp, man. Ja. Mm. Maar dat werd gewoon een wandelend vuurtje. Van, hey, het, ja, ja. Ja, ja, en het kreeg een <coughs> beetje traction ook ja. in Japan. En toen werd ik gevraagd om op een Japanse tv-show te verschijnen via Zoom. Het ging over Engels, muziek. Dus ik moest dan Engels spreken en mm -hmm. dat zouden zij dan uh, vertalen mm -hmm. met een yeah. titeling. En ja, uh, yeah, dat had ik toen gedaan. En zij kondigde ook aan dat als ik 100.000 had gegeven, dat ik dan in Japan zou komen. Oh, en dit was leid. nog tijdens COVID, dus Japan was nog echt dicht, dicht. Yeah. Oh. En toen ging Japan open voor business. Toen had ik een business visa gefixt. En eigenlijk uh, precies rond de 100.000 ben ik er gewoon heen gegaan. Hard, en dat was crazy, want er waren, geen, er waren nog geen toeristen meer. Yeah. Alleen voor business, dus... Oh, de versie de de denk -versie even bijna. Bedenk even ja. met niemand, snap je? Ja. ja. Er stonden er gewoon twaalf mensen op de kruispunt. Ook lijf. Ja, ja. Dus live. Dat was ook ja. heel beautiful om uh, mee te maken toen de tijd. Niet een goede tijd, maar ja. het is wel gek om uh, ja, dat ook even mee te maken. En tussendoor even een shout-out naar Marcelie. man. Ik hoor hem vaak in je verhalen terugkomen. Dus de eerste keer die je naar Japan bent nee, nee. gegaan. Eigenlijk weer die, die boost. Ja, ja, ja lijf, man. Hij is de sensei. Ja, zeker. Hard, ja, hard, hard. Marceline hard hard Yeah. 100%. Maar hoe was het dan om, om, om daar te zijn inderdaad in die gekke tijd, in die coronatijd? Het, was, het, het gaf me weer het gevoel van de eerste keer dat toen ik daar was. Dus yeah. toen ik terugkwam, toen... Um, het was weird, want ik had toen een established vrienden... Ik had uh, kennis... Sorry maar hoe is, hoe is die overgang dan van hun? Want zij kennen je als een normale guy. Ja, en dan ja. kom je <laughs> oh, ja, zeven jaar later dan. terug als een superster. Ja, hoe? zij maakten het natuurlijk allemaal mee. Ja. Vanuit die kant. Ja. Dus ik kwam in één keer terug. En toen zei die homie van mij in één keer van... Want hij had zijn eigen bar nu geopend, die guy. Mm. Dus dan zat ik in zijn bar. En dan iedereen die binnenkwam... Dan was hij van ja, dit is de celebrity. Hij weet meer over Japanse muziek dan jij waarschijnlijk. Yo. En dan was er altijd een soort wedstrijdje. En, een, oh, en het zorgde altijd voor een leuke conversatie. Want het, ja, het, voor hun was het gewoon. Zij waren heel trots ook dat ik mij zo had zo verdiept. verdiept in hun ja. cultuur. Dus het gaf ook een soort. Ja, yeah. een, ja, een extra boost in. Ja, I don't know. Gewoon blijheid. En alles was super positief. En ja, ja dus gek, hoor. Het, ja. Dat, en het zorgde ook meer voor. Want ik draaide al natuurlijk, dus ik kreeg boekingaanvragen op plekken dat ik nog nooit was geweest. Oh ja. Want mensen hoe, die zeiden van hoe, ja, kom hoe, hoe linkte hier. je YouTuber zijn, want daar ben je dan als YouTube. Ja, hoe linkte ja. je dat dan DJ's ja, zijn? Ja, want ik, ik, ik zocht een manier om mijn persoonlijkheid van YouTube dat te mengen met... Zeg maar, ik vind het raar om... Ik, ik, ik zou nooit een soort meet and greet kunnen doen of zo. Dat, nee. vind, dat is, zit niet <laughs> ja. binnen mijn karakter. Dus ik bedacht me: als ik nou mijn skills als DJ gebruik om mijn publiek, die eventueel met mij wil converseren, naar ergens toe laten, kan laten komen, zo kan ik het een beetje linken. Dus dan ook, geven dus. Ja, dus dan gaf ja, ik gewoon ja. feestjes. Ja, ook al was het in een barretje waar er ja. maar honderd man in kon ofzo. En ja, maar zo ook. kon ik mijn subscribers uitnodigen. En dan ja, ja, maar ze kwamen. Ja. Ze kwamen, ja. En dan kon ja. ik ook met andere DJ's in Japan, ja. kon ik hun een kans geven om te draaien. En dan kon ik eigenlijk basically, basically a meet and greet. Maar dan, ik Is had dan wel ja. iets ja. te doen. En dan kon muziek ik gewoon van. draaien en uh, muziek brengen. Mm. Ook gewoon Afrikaans muziek, Japanse muziek, alles door elkaar heen. Oh, serieus. Dus me. ja, dus dan, uh, yeah, het is een hele gekke wereld die ik, werelden die ik bij elkaar breng, maar het is wel yeah. echt heel leuk om te doen. Is het lijkt me, want hoe, zie, hoe zien je sets er daaruit? Zijn die vergelijkbaar met hoe je hier draait? Of is dat heel, heel anders? Het is gewoon echt. Heel anders, ja. van daar, ja, zeg Vandaar. Uh, je hebt één grote club in Tokio, ja. Harlem heet het. En daar draai ik gewoon wel een soort similar set tot hier. Gewoon een beetje uh, half house, half, half hiphop. Ja, dit. Maar als ik die wat kleinere dingen doe, of die meet dat is bijna 100% Japanse muziek draai ik Dus ik heb een Japanse ja. set die ik ook ja. aanpas, ja. <coughs> maar... Maak je eigen mixes van die Japanse tracks? Ja, ja? ook, ook, ja. Ik ben echt benieuwd man. Ja. Ik ben echt benieuwd. Echt man? Is echt, wat, is, wat, is, wat is iets waarvan jij zegt van, die moeten we checken? Um, gewoon een paar van, oké, okay, die... Uh, qua video's? Of qua, gewoon qua, qua, qua muziek? Qua, qua muziek, ja. Ja, het is wat je leuk vindt. Kijk, qua hip-hop natuurlijk. Uh, iedereen kent Cole wel, denk ik. Hij ja. is uh, van Ichima. Die Yuki Chaiba. Ja, Yuki Chai ja, ja. ja. Hij, is, ik, hij is altijd in mijn leven geweest. Mm. Maar als ik jong ben. Dus dat zou ik sowieso checken. En van J-pop. Ja, Japanse popmuziek. Wat een soort ja, toegankelijk is voor iedereen. Dan zou ik toch wel... Ja, The Queen zij is een beetje R&B vergelijkbaar met Alia, oh, de Queen heette, vergelijkbaar ja, nee, met zij, Alia, ja in de oh. zin van zij is een oh, soort van de R&B girl game. van Japan altijd yeah. geweest. Dat is uh, uh, Utada, Hikaru Utada. En Utada, zij, is, okay. ja, zij is al sinds 1999 haar yeah. debuut gemaakt. Yeah. Ik, 16, jaar. Ja. Okay, ik was laatst in een soort deep dive van uh, oude Japanse R&B en oude Japanse yeah. jazz. Ja, ja, ze gaan jazz, echt super ze, ga. hard daar, man. Ze, de, hun maar weet je wat ik heel interessant vind van Japan en überhaupt die kant van de wereld? Ze kunnen heel goed dingen namaken. Zeker. Heel goed. Ze ja, heel technisch riskant. Uh, ja, 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 het is echt sick. En uh, ik was in een rare deep dive. Ik luisterde de hele dag. Um, heet ze Jouw Sobi? Jau Sobi. Wow. Yeah, ja, 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 zo, 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 ja, ja. Ik, man. Er ja, en ik zat er aan. Ayase ja, Ayase ja, man. Ayase is de producer. En, ja, uh, ja. Ikura dus uh, is de, ze ja. Dat ja, ik zat kijk, erin, haar. man. En ik zeg je eerlijk. Weet je wat dat ding is? Japanse pop het een soort euforisch gevoel. Had. Ik kijk. Ik heb geen idee wat ze zeggen, ja. maar ze hebben echt ...goren die gewoon top zijn... ...daar hebben ze een bridge die hem gaat... Yeah. En daar hebben ze dit, dat, ...er zit heel veel techniek in de muziek... man yeah. ...en het is echt hard. En ik ga ook uh, eerlijk zeggen... ...in het begin van mijn YouTube kanaal kreeg ik ook... ...ik wist ook niet per se waar ze het over hadden... Oh. ...dus ik deed alles op gevoel. Dus, en mijn Japanse publiek... ...die genoot daarvan... ...aan de hand van dat muziek geen grens heeft... ...tussen uh, of je het verstaat of niet... Yeah. ...want muziek is eigenlijk een gevoel... ...dus je kan muziek gewoon voelen... Net zoals dat, ik heb mensen ontmoet die gewoon Nederlandse dingen luisteren. Gewoon. Mm. Ik, ik had laatst een Chinese meid ontmoet op Bali die luisterde. <laughs> Luisterde? Ze, was, ze luisterde volgens mij, yes, sir of zo. Wow! <laughs> ja, dat is, super, maar ze ja. yeah. had geen idee waar het over ging. Maar ze was het wel gewoon. Ze zei, ja, Ik voelde me gewoon lekker toen ik het hoorde. ooit. Ik hoorde hem, man. Dat is een beetje haar zo. Ja, toch? Ja, muziek. heeft in dat opzicht niet echt een. Ja, het heeft geen barrière. Geen barrière. Ja, ja. Dat is ook een van de belangrijkste dingen binnen mijn YouTube-kanaal geweest. En mijn kanaal gaat. Over positiviteit, vooral. Positiviteit, liefde. Dus ik doe ook. Ik ben niks negatiefs op mijn kanaal. Ja. Ja. Alles is positief. Dus ik probeer ook gewoon op een manier <kwijnt> mensen te beïnvloeden op een manier dat het kan op een hele positieve manier dus uh, ja. ik zou ook nooit een, een muziek luisteren die ik kut vind ofzo ja, ja, en precies. dat online gooien dat ja. is kut ik haat dit dat ja, is ja, bullshit ja, ja. dat zou ik nooit doen want voor ieder zijn ding toch wat is de meest het, interessante pokoe die je tegen bent gekomen of nee de meest interessante item die je tegen bent gekomen waarop je, je reactievideo's moest maken oeh daar moet ik even over nadenken ja, ja. snap ik, ik want je hebt veel gekke ja, dingen ja, gezien. Ja, ik heb ja, gezien veel gekke zes. dingen zie ja of, of, video's of, in. Of, ja. ja, niet eens per se het gekste, maar wat was kenmerkend bij Wat heb je nog steeds in je mind van, oké, okay, deze was wel... Dit was wel echt een... Uh, een dingetje. En anders, yeah. welke heeft gewoon heel veel views of bekijks opgeleverd? Ja, ik, ik, ik luister bijvoorbeeld naar een uh, zanger, heet Tamaki Koji. Hij is een beetje een, de André Hazes van Japan. Ja? <laughs> ja, oh. yeah. yeah, dus hij komt echt in de, de aan, jaren keren. 60, 70. En uh, hij werd gezien als een van de krachtigste, mooiste, rauwste stemmen. Van Japan en dat ging ik dan beoordelen in het begin. Van oké, okay, laten we kijken of, of dit echt zo is. En mm -hmm. uh, ja, het zat gelijk. Dat heeft me echt gegrepen. En ik heb ook video's dat ik het laat zien aan uh, Jael bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, ja, die video die heeft volgens mij bijna 2 miljoen views. Zijn reactie daarop vanuit ook een muzikant, een zanger. En, en, en hij is ook zo. Het is zo real, terwijl we niet eens verstaan waar hij het over heeft, maar ja. hij is zo'n echte, echte zanger Sick. en nou ja, die heeft toch wel een van de grootste indrukken. Hoe ja. heet die? Tamaki Koji en dan een liedje die heet Melody ja. en dat is echt een uh, echt hele mooie uh, ja, oh, echt een cool. liedje uit de jaren tachtig. Echt een soort bloed, zweet <laughs> en, en tranen achter Ja. nummer. Maar ze, ze doen echt alles bro, ik was in de, in de, in de Avisio store. En toen uh, ze draaiden echt gewoon lijpe Japanse hippo, bro. Ja, gewoon sexy yeah. drill, alles is ja, ja, gewoon ja, ja, daar, bro. Ja, ja, ja. Dus dit is Ge niet van, weet ik van de ja. hiphop van toen echt lijpe dingen liet ze me horen. Mm -hmm. uh, ik weet niet meer hoe die chick heet, maar gewoon lijpe Dat ik dacht van, hé, hey, ja, maar ze doen ja, het wel echt, heb je... man. Ja. Wat dan? A-Witch, zij is een van de grootste. Oh, zij is een van de grootste. Uh, -hop -hop ik weet niet eens meer wie ze yeah. me liet horen, man. Yeah. Ja, <laughs> Maar pff, ze ja, hebben ja, echt uh, lijpe dingen. man. Japan is gewoon, is veel. Wat is het lekkerste is dat je hebt gegeten? Want mijn YouTube-kanaal gaat nu een heel groot gedeelte over eten. Over eten. En dus ik, ja, ja, het lekkerste. Wat is, is, heeft je een beetje. Oké, okay, wat ik sowieso gewoon heel lekker score bij beef. Oh, nice. Dat was sowieso echt juicy. nice. Juicy? Ja, maar juicy. Juicy meat. Ja. Ja, nice, hè? Nice, nice, nice. Nee, het was... Ik zag niks. Ja, 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 ja. ja. Nee, maar het, was, het, was het ging zo lekker smakelijk in mijn mond. Ja, man. Nee, man, die beef was echt een. Wat ik, wat ik persoonlijk heb gemerkt, gewoon van dat je gewoon stap gewoon overal random in, man. Ik ja, heb gezien ja. van wat ik echt ging opzoeken. Ja. Of van ja, TikTok even kijken, wat een soort. Dat ging altijd mis. Ja. de hype. Ik zeg voor mij TikTok uh, plekken. Ik plekken, heb het gezien, ja. man. Ik heb het twee keer geprobeerd en die waren gewoon die allebei mis. Spo Spons SpongeBob Café zag er niet uit. Nee, ja, het zag er niet ja, uit. Nee, maar ik moet <laughs> Eten zeggen: zeggen, zeggen SpongeBob Café, dat ik wist al dat het hem niet zou zijn. Ja. Die heb ik gewoon puur gedaan van hé, hey, het is ja. leuk. Mm -hmm, even dispans, zien. Ja, ja. Maar die SpongeBob Café was wel echt was hem echt, echt niet daar is gewoon je moet met je neefje niet gaan nijgje is vijf en dan er was een soort blauwe Fernandes met, met slagroom erin yeah. nee man niet je ding. Nee, nee 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 dat <laughs> was hem ding. niet maar die kobe bief super yeah. smakelijk de is daar gewoon is zo so different man yeah. alles is dat matcha, matcha dingen different. die ik zeg maar, hier niet drink yeah. of eet waren daar gewoon, ja. dat ik dacht van, hey, shit man, het is anders. Ik dus, maar excellent. trouwens, dus jij gaat nu zes maanden naar daar. Ik ga nu zes maanden, ja. Maar toevallig terugkwam hij van, oké, okay, in Japan, hoe hij ging leven, had hij ja. tot 150 tot 200 euro per dag nodig. Om daar te chillen. <laughs> ja. nee, maar hoe ziet het voor jou day to day dan eruit? Want moet je ook zo uitgeven? Is het anders nee, voor jou? Nee, nee, dat is, Hoe uh, leef je het dan? hangt Het hangt er gewoon echt vanaf. Mijn berekening die ik ooit heb gedaan, mm -hmm. uh, dat is wat jaren geleden. Ik heb altijd zo gedacht: 50 is normaal per dag, 100 is, kan je goed leven. Mm. 200 is vakantie, ja, ja. snap je? Ja, dus juist. wat jij ja. hebt gedaan is vakantie. 100 is goed leven, 50 is normaal. Ja, ja. Dus voor mij is het gewoon, van, ja, ik mijn taken daar zijn is letterlijk opname Dus ja. ik moet video's opnemen. Dus ik hoef mijn expenses mijn expense zijn gewoon niet zo hoog. Mm -hmm. Dus ik drink koffie, ik maak eten. Hij heeft die vakantiegang naar al gehaald. Yeah, ja, ja, ja. Dus ik ja, zit niet in niet in Ja, die donkjeotjes. Ja, voor nee, jou is nee, nee, het nee, nu ja. gewoon. Je ja. komt gewoon binnen en ja, ja, je pakt pak gewoon letterlijk uh, ja. wat je nodig ja. hebt. Pak wat ik ja. nodig en heb heb en... je daar een huis of ga je huren? Ik heb net uh, een contract getekend, huurhuis voor een jaar. Congrats, oh, ja. crazy. Dat was een intense proces. Ja, wat dan? Ja, het is, je moet zoveel dingen doen. Je moet, ja, je krijgt een screening. Veel, veel eigenaren die weigen je niet, weet je, gewoon puur <kijkt> vanwege dat je buitenlands bent. Niet yeah. vanwege je huidskleur of iets. Maar ze denken, ik ben geweigerd dat ik... Het was een oudere huurbaas. Mm -hmm. En ze, ze zei letterlijk, um, ik ben bang dat hij niet weet hoe je je vuilnis moet scheiden. Dus ik heb geen zin om... Oh, ja. Ja, ze was eerlijk wel. Ze zei, ik yeah. heb gewoon geen zin om tijd te spenderen yeah. en dat het mm. niet goed is. Ze dacht, ik, ja, prima. Maar ja, dat, is, dat soort dingen moet je... Ja, je moet gewoon zoeken. Ja. En de, er, hoe lange, goed, er zijn genoeg huizen. Hoe lang dus. heb je gesoft? Ik denk nu twee maanden was ik er. Oh. Toen heb ik eigenlijk bezig twee maanden. Ik heb twaalf... Oh. Oh, 16 ja. huizen gecheckt, That's ja. is oké. Ja. Uiteindelijk de eerste genomen. Ja. Hoeveel vierkante meter? Dat is ja, alcohol, ja. Meter? Oh, 30. <laughs> oh my god. <laughs> dat days. Ruim, is ruim, Dat is Ja, dat is ruim. Ja, zin, is he? He? Ja, ik vond dat 30 ruim. Dat is ruim, ja, 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 ja. Dat is de ruim. Oh, of zoals misschien uh, ja, deze kamer, iets groter. Ja, wel Hele twee keer deze kamer. Maar een woonkamer ja, maar. en slaapkamer? Ja, het is een studio. Dus oh, woonkamer. Het is een studio met keuken en een aparte douche. In Tokio? In midden Midden Tokio. dat is wat je... Oh, Ja. Ja, 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 ja. ja okay. Het is een hele mooie, hele mooie buurt, een mooie plek. En ja, uh, yeah, dat is de dream om in deze buurt ook te zitten. Dus ja? Wat zijn, wat zijn je plannen voor, daar? Want je hebt, al, je hebt al. Wacht, wacht, wacht. Want je hebt al hele lijpe <laughs> dingen gedaan. Ja. Zo -zo. Je hebt in stadions gedraaid en shit. Ja, ja. ja hoe hoe was, was dat? Dat, oh. dat was... Uh, ja, je hebt er één artiest, heet Addo. Zij is de. Ja, ik kan wel zeggen, de, een van de grootste popsterren op dit moment in Japan. En uh, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe dat in stand is gekomen. Maar. Via via kwam ik in gesprek Want je kende met... haar nog niet? Ik kende ja. haar. Oh, je kende ja, haar Ja, ik ja. heb ja. op haar op mijn YouTube kanaal vaak ah. besproken. En ik kreeg een bericht van een, van een guy op een gegeven moment. In een e-mail gewoon kreeg ik van... Hey, ik ben fan van je YouTube kanaal. Je bent positief en ik wil graag koffie met je doen. Maar ja, ik, je krijgt vaak, vaker zulke e-mails. Dus ik denk, ja, I don't know. Dus ja. ik, re ik reageerde denk ik vier dagen niet of zo. Omdat het gewoon druk was. Toen stuurde hij nog een e-mail van... Hey, sorry... Ik heb je zomaar een e-mail gestuurd, maar dit ben ik. En mm. met zijn credentials. En, uh, yeah. en het was een hele, best wel lijpe regisseur was het. Die yeah. ja, vroeger, in 2000's, heeft hij de grootste videoclips in Japan geschoten. En dus ik dacht, oh, het is leuk. Ik kan even met hem gaan praten over muziek en over, ja, basically over wat hij allemaal in jaar 2000 heeft uitgebracht. Dus toen uh, hadden we een afspraak gemaakt en toen gingen we dineren. En toen zei hij trouwens: een van mijn beste vrienden komt ook. Um, alleen hij kan geen Engels of uh, iets, dus hij neemt een tolk mee. <laughs> dus een tolk? Ja, okay. yeah, yeah. ik, ik heb nog nooit een diner gehad met yeah, een tolk. Let let's go. Dus hij, die guy komt op een gegeven moment binnen, een tolk, met een tolk. En. Uh, Echt halverwege de dinner zei hij: Oh ja, by the way, dit is de manager van Addo. En hij heeft haar ontdekt. Yeah, ja, ik zou, wow, dat is wel. Ja, Dus we waren gewoon een beetje een gesprek over alles. En hij was me de hele tijd vragen aan het stellen: Wat is je via komt om te draaien? Hoe draai mm. je wel eens hier? Maar yeah. ik had nog steeds geen verneming van iets. Van hij wil je voor iets checken. Ja, precies. Ja. En toen, uh, echt een, ja, een maand later of zo, kreeg ik een, uh, een tekst van die guy: van... Hey, ze willen graag dat jij de. De laatste twee dagen van haar tour in uh, Japan National Stadium. Of jij een DJ-set kan doen. Ja. Om het af te sluiten. En dat was twee dagen achter elkaar. 60.000 man. Tjus. Ja, 60.000 wow. man, Wat was ja. niet back dan? Sorry? Wat was niet back dan? <laughs> ja, dat is uh, non-disclosed. <laughs> non-disclosed. <laughs> ja, maar <laughs> <Ja>. waarom? <laughs> disclosed <Ja>. <laughs> sprak over fiets. Zag alleen Jens. <laughs> nee, nee. Het, is, het, is, het, is, ja. het gekke is, bij haar is bijvoorbeeld, zij, uh, zij verbergt haar gezicht. Mm -hmm. Dat is een ding. Mm -hmm. Dus niemand heeft haar gezicht ooit gezien. Dus we kunnen de fiets ook <laughs> niet weten. Ja, ik moest... Uh, op naar die optreden toe mm -hmm. moest ik twee NDA's tekenen. Mm -hmm. Alleen ik kwam in een soort gekke Japanse manier van, van business doen, die ik ook gewoon totaal niet begrijp. Wat was ze anders dan? Ja, het begon zo. Dus die guy, hij is de, hij is de CEO van het label, hij is de eindbaas. Mm -hmm. Alles was geconfirmed, dus ik word in een soort groep gegooid. Je hebt daar line heet het, een soort WhatsApp van, van Japan. Ik word in een line groep gegooid met vijf mensen. Van oké. Okay, en toen zei die guy tegen mij, ik doe mijn handen vanaf, zij regelt het verder. Dus toen kwam ik in de uh, COO, dus mm -hmm. degene die onder hem werkt, die nam het helemaal over. En haar, haar eerste lijn naar mij was van, hé, hey, um, ik kan niet met je praten, ik moet met je manager praten. Dat was letterlijk de eerste lijn. De eerste lijn, oké. ik zei, oh nee, it's all good, ik ben al maanden met hem aan het praten, weet je. Ze zei, nee, nee, volgens mij snap je niet wat ik bedoel. Ik kan niet met jou praten. Ik kan alleen met je manager praten. Dus toen kwam ik al in een soort wereld die ik totaal. Ja. Ja. Toen moest ik in één keer. Uh, want ik weet jullie Nigel kennen. Hij doet uh, van het first. Hij doet FS Green Management. Mm -hmm. Oh, great. En ja. zo. Ja. dus Ik checkte hem gelijk van jou. Kan, kan je, yo, het, uh, kan je, kan je take over freelance? Yeah. Iets doe. Uh, help me. Het ja, zei, ja school. Maar dat, het is. Ik werd in één keer chaos. Want je kreeg in één keer direct communicatie. naar die tijdsverschil van acht uur. Mm -hmm. oh ja, dus het werd in één keer twee weken lang. wist ik niet wat wel, wat niet. En uh, tot aan dat ik daar eigenlijk stond in die stadion. was het gewoon chaos. Yeah. Dus, uh, maar maar ja, dat... is er daar een dingetje dat. Um dat, dat een, een CEO niet, ja. o, o, niet met de artiest mag praten is don't dat nou een... ja, ja, dat is wel een ding. Dat ja. leerde ik later van wat andere mensen die ook werken in die want ik vroeg het natuurlijk aan alle mensen die ik en zei van ja, er is een hele andere band tussen artiest en management mm. dan dat wij hebben. Dus wij hebben vaak een manager hier om ons te helpen en mm. zij hebben een manager die hun begeleidt. Dus de artiest oh. heeft eigenlijk niks te zeggen. Ja. Mm -hmm. ja. oh, yeah. De manager is eigenlijk bijna hoofdverschil. De manager is ja. Vers, ja. Vroeger ja. was eigenlijk. Ja. Precies. Ja. Dus, dus in Japan bijvoorbeeld, als jij mm. backstage bent met heel veel Japanse artiesten, dan moet jij aan hun management vragen of jij een foto mag met de artiest. Mm. Of je kan met de artiest ja. dat bespreken. En dan zegt ja. de artiest, moet dan met hun management zeggen: hé, hey, ik heb een foto met hen gemaakt. Mogen ze het hebben of het is een hele, het is een hele andere manier oh, van. Dus nee, nee. ja, het is net zoals business, is het, je moet alle etiketten snappen en leren. Dus dat ja. is wel even wennen, maar. Uiteindelijk daar staan in die stadion, 60.000 man. En, uh, ja, hoe, hoe was het, man? Hoe, yeah. was het? hoe was het? Hoe ging je set? Hoe gingen de mensen op je? Wat was je set? Mijn set was een. Uh, <coughs> ja, omdat Addo, zij, uh, zij heeft een mengsel van publiek. Dus mm -hmm. ik, zij heeft ook jonge publiek, maar ook wel wat ouderen. En veel ouders die hun kids natuurlijk ook brengen naar die show. Dus ik dacht: kijk, okay, ik draai. Wat klassieke Japanse popmuziek. En dan dat paren met wat nieuwe Japanse muziek. Maar met alleen editussen. Japans, ook Afro? Alleen Japans. Ja, ik heb yeah. dus één. Uh, ik heb een uh, edit gemaakt zelf. Van een uh, Japanse klassieke nummer. Dus die draaide ik dan tussendoor ook. En, zo. en mensen gaan wel een beetje klappen. En yeah. alles. En alleen, het was gek, want toen mijn set was klaar. En ik, ik durfde het niet, wat ik, waar ik heel veel spijt van heb. om iets te zeggen in de microfoon. Mm. Maar het was gewoon de zenuwen. Ja, want ik ja, stond daar gewoon. Ze moeten en mij ik niet was, die momenten. Geven, <laughs> ja, ja, ik was ook als eerste persoon ja. in de stadion ja. die het muziek aandeed. En ja, er ja, staan ja. 60.000 man. En mijn hoofd hing ook groot op allemaal schermen. Dus ik was, voor mij was het gewoon een soort van: ik was klaar en toen stopte ik gewoon. Maar ja, dat soort gevoel van 60.000 mensen die aan het klappen zijn, ja, dat had me wel. Het ja, werkte ja, wel emotioneel ja, ja, ja. van. Zeker. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja, man. En toen, dag twee, ging het, werd het nog beter. Maar toen klapte ik ook dicht. Ik... Oké, okay, op het ja, was gewoon... In, dat moment. Maar yeah. ja, in hindsight, ja, ik heb van geleerd, next time doe ik het gewoon. Terwijl nee, ik ja, heb de... vier jaar lang op Twitch lopen schreeuwen yeah, in de microfoon. Ja, 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 ja. <laughs> ja, waarom durfde yeah. ik dat niet? In de nachtclub schreeuw ik ook gewoon in de microfoon. Maar yeah. ja, omdat dit zo'n respectabel moment was voor mijn cool, ja, ja. Ja, carrière. Yeah. Ja, wat is je, je Nigeriaanse achternaam? Ebu Mordi. Dus mijn Nigeriaanse mm. naam is Chukwe Meka Ebu Mordi. Mm. Yeah. Zeg je eerlijk, als ik jou was, ik zou goed doen alsof ik dit was Japans <laughs> Ja, nee, ik nee, kijk, weet je wat het ding is? IBO-mensen hebben best vaak Japanse achtige namen, yeah, yeah, achtige yeah, dingetjes. Dus ik ja. zou echt zeggen, hey, yo. Zeker. overgroot oma, daarom zie ik ja. er zo uit. Zo. <laughs> nou, ik, ja, zie... ik, ik, ik krijg soms wel het vraag of ik half-Japans ben. Yeah. maar ik, ik, ja, Nee, niet helemaal niet. Maar... Geef een beetje de pai vibes. <laughs> de Pai? Ja. Nee? <laughs> ja, ja, ja hij is van Nederlands. Ik kan Hij is half-Nederlands. Oh, daarom, hè? Nee, nee, nee. Hij is half-Nederlands, half-Amerikaans. Nee, ja, toch? Ja, 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 ik zou niks wel ja. precies dezelfde soort ja, uh, ja, ja, achtergrond. Ja, ja, ja. ja toch? Ja maar. ja, ja, ja. Zou je neef kunnen zijn of zo? Zeker. Ja, 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 ja. Maar wat is next? Man, je, de, je gaat zes maanden naar Japan. Ja. Wat is het doel daar? Doel is, uh, ik begin volgende maand. Ik vertelde je net voor het begonnen. Ik heb morgen uh, ga ik introductie voor Japanse les. Dus ik ga, ik, want ik heb heel veel uh, aanvragen gehad voor TV in Japan, voor mm -hmm. yeah, muziekshows en dan <coughs> bij de castings bij de laatste ronde was het altijd net. zo sort Ah of, oh, shit. Die Japans is net niet goed genoeg of mm. uh, we zijn bang dat, we, dat je het dat je gesprek gaat verliezen of iets. Wat ik heel goed begrijp, ja. Ja. dus ik uh, ga Japans school doen. Zes maanden lang en dan. Nice kan je, is mijn converserende Japans beter. Nee, kan je al Japans? Beetje, ja, beetje. Ik kan. Uh, ja, hij is een beetje, maar. Hier en daar Hij, hij, komt er wel in, ja? hij ja. overleeft alleen ja. in Japan. Dus dan kan je maar Ook zonder translate, gewoon? Ja, uh, yeah, yeah. co conversatie. Yeah. Dus bijvoorbeeld Tokio conversatie is anders dan. Uh, Osaka of Kyoto. Jij ja, ja. was in Osaka ook, toch? Ook, ja. Dus ja. je bent in Tokio en Osaka geweest. Ja. Merkt je het grootste verschil tussen die twee dingen? Tussen um, heb je nu puur over de taal of over... De, de, de mensen Ja, de mensen zijn sowieso anders, man. Osaka ja. veel opener, toch? Ja, opener. Ja, ja, ja. Wat, wat chill, laidbacker. Ja. ja, toch? Ja, man. Precies. Zeker, zeker, zeker. hele andere accenten. Ja, ik heb ja, alleen al van Terrace House, hoor, ja, man. Ja, oei, kijk, ja. Terrace ja, <laughs> ja, ja, alleen van Terrace Ja, Terrace maar veel taal geleerd. Ja? Ja, man. Veel maar door Terrace hoor je zeg maar... Ik vind maar, het geweldig dat Yuki Terrace <laughs> Ja nee, ik vind het echt een <laughs> ding. Nee, dan het moet je dik. zeker naar Japan gaan. Ja, 100%. maar da, daar hoor je gewoon verschillende accenten over. Ja, ja, zeker. Is, ja, is gek hoor. Welke, welke seizoen heb je gekeken? Uh, heb je seizoen Tokio 1 gekeken? tot en met 4? Dus die Tokio had je gezien? Ja, Tokio ja, heb ik ook gezien. Nee, beste. ik vond... Um... Hawaii? Ja, Hawaii, Hawaii vond ik beste. Nee, beste. Nee, 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 nee. Met Armin. Nee, 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 welke vond ik <laughs> Andere beste? Armin. Ik heb best zelf vergeten man. Er was eentje... Er was een meid van 19... Ik ben de naam vergeten. Er was een meid van 19 en een guy van 31. Maar hij begon het leuk te vinden. Die met die zwaard. Ja, ja, had. ja. Maar welk zijn Dat, Dat was in... Ik wil zeggen dat dat Hawaii was. Ja, ik denk dat, ja. Hij was die killer die zwaar. Toch? Ja, 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 ja. Maar, maar die 90-jarige was, een, harde een, harde was harde een soort idol toch? Was, ja, 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 ja. Ze deed alsof ze lief was. Ja, ja, ja. Maar het was <laughs> gewoon een ge, terror, wat Maar het is gewoon een serie. Ja, het is gewoon een reality ja, show. Is net als een reality show. achter. Ja, niet geowt. Nee. Wacht, hoe heet die een of brother Nee, net als van vroeger, hoe het? True life of zo? True... Zoiets. het oh, ken ik niet meer. Nee, van MTV. Maar ja, het, is, het, is wel, het is wel hard om te checken. Ja, zo. dat je ja, het zo hard. Vindt. Okay. Het is, Bro, uh, yeah. van is, is wel Het ja, is gewoon mensen die leven Het is gewoon laagdrempelig. Okay. Yeah. En... en je leert gewoon heel goed de cultuur kennen. Want je hebt yeah. gewoon basically 10 yeah. mensen zitten tussen de 20 en 30 bij elkaar in een huis in Tokio, raad je aan yeah. te checken. En iedereen leeft gewoon zijn normale leven. Dat maar ze, wel, wonen in maar huis. ze wonen in één huis. En daardoor ontstaat er gewoon van alles. Die wordt vrienden met die. Het blijkt ja. dat die eigenlijk een duif op is in plaats van een engel. Ja, ja, ja. Die twee krijgen relaties. Er, er is wel eens gebeurd dat mensen daar een relatie hebben gekregen, zijn samen daar weggegaan. Ja, ja, precies. Um, en je merkt ook gewoon dat Japan is heel erg preuts zijn super preuts. Ja. E Eén guy een meid op date vragen en hij deed er echt drie afleveringen over. <laughs> en toen, zei toen hij het vroeg is echt naar die meiden en van, oh shit, hebben we gevraagd. Ja. Hij heeft er een kusje gegeven op de wang, ze ging <laughs> <laughs> Ja, <man>. oké. <Okay. laughs> ja, ja dit is ook. leuk man, is echt leuk man. Ja, awesome. Maar je, je hebt ook uh, je hebt ook -Flow, uh, geïnterviewd. MFlow, ja. Yeah. MFlow, the legend. Wie is yeah. MFlow? MFlow is. Uh, MFLO is een hip-hopgroep, eigenlijk een soort legendarische hip-hopgroep uit de jaren 2000. Mm. En een van de members van M-Flow is uh, Verbal. En hij is dus gedeeltelijk de oprichter van Teriyaki Boys. Oh, Die, dus uh, je hebt zeg maar G-Unit geïnteresseerd. Precies, ik basically de G-Unit ja. van. Ja. Zit Lisa er nog in? Lisa zit er niet meer mee ja, mee in, maar ik heb he? wel een ja. hele al sinds ik mijn kanaal heb, altijd DM-contact met haar. Oh, Dus dat oh, is ja, dus okay, Ze feliciteert me altijd ja. met dingen en het is echt, ze, ze is zo aardig, zo oh, lief. Gek, want zij is ja. ook huge. Ja, is huge, ja. ja. Zangeres, ja. ja. En M-Flow, ik ken Taku, ken ik al heel lang. Um, dus met hem heb ik ook gewoon gehangen, gewoon normaal. Hij is, hij is een lieve dude, hij wil gewoon over muziek lullen, ja. en over Star Trek, ik Star hoor. Wars. En Verbal heb ik dus voor het eerst ontmoet, laatst. Dat was keihard. En hij is gewoon... Kennen jullie Best? Nee. nee. Best is een uh, producer die al verleden is. Net zoals J. Dilla eigenlijk. Hij is de Japanse mm. J. Dilla. Dus oh. Best yeah. heeft lo-fi muziek. Is dus basically door hem en de J Dilla ja? ontstaan. Oh, leuk! Yeah. Ja, ja. Verbal Sick. vertelde dan weer laatst dat hij een rapper was van Nujabez. Mm. Als, een, als een tweede alias, subcontract, yeah. volgens mij heette die. En dat was my mind. was helemaal crazy Nuj yeah. Nujabes fan. Ja. Als je Nujabez niet kent, type het in. Ga, ik ga dat checken. Dat zou geweldig vinden. Ja, het is beautiful. En wat heb je uit, het, uit dat interview gehaald? Hoe, hoe was dat voor jou? Het was een soort full circle van mijn YouTube-kanaal in de zin van. Beginnen van praten over iemands muziek. naar ja. van diegene zelf leren over die dingen. die ik nooit had kunnen weten. Dus ook met M-Flow zitten en gewoon hun verhalen horen. van hoe een Poco tot stand is gekomen. Ook om te horen: van, oh shit, het is precies hetzelfde als hoe het hier gaat. Of gewoon iedereen is gewoon aan het hosselen. Of, vooral in de jaren 2000 of jaren 90. Iedereen was gewoon, iedereen deed maar wat. En uh, iedereen maakt gewoon wat ze, wat ze leuk vonden. Ik weet niet, dat vond ik mooi om te horen van hen. En dat ze nog steeds actief zijn in de game. Ja. Lab. Ja, yeah. gewoon twintig jaar, ja, twintig, jaar later zijn ze gewoon uh, yeah, yeah. domineren nog steeds. Of ja, domineren, ze maken gewoon hele dope shit. Yeah. Ja, ze gaan nog steeds hard. Ze gaan nog steeds yeah. hard. En, ja, en, uh, ja, en dat ze ook zo yeah. humble zijn om ook gewoon met iemand te zitten en... Ja, gewoon praten over muziek. Ook al vangt mijn kanaal misschien niet miljoenen views in de video's die ik. Zij willen gewoon over focus lullen met je. Ja. En hard. Realness bespreken. Dus dat is wel keihard. Nee, dat, om is dat toch, Mee hoor. te maken. Waar, waar, waar duik je nu in betreft de cultuur? Want we hadden net bijvoorbeeld al over het buigen. Ja. Dat je daar nu dieper in duikt. En ik, en ik denk dat in al die jaren. Leren cultuur steeds beter ja. kennen natuurlijk. Ja, het is gek, want ik, als ik terugdenk aan mijn leven... Ik ben Amerikaans, ik ben in Nigeria opgegroeid, toen in Nederland. En nu is er een nieuwe cultuur die ik aan het leren kennen ben. Ja. Ik heb altijd geleerd om aan te passen, toch, aan, aan verschillende culturen. En ik vind het leuk om, nu, in, nu ik zoveel in Japan ben... om de manier te leren hoe zij hun cultuur uit, uiten. Dus ik leer dus nu bijvoorbeeld... ja. Ik ben afgelopen jaar heel diep in eten gedoken, dus over Japanse eten. Dus eerst was het muziek en nu is het soort gedeeltelijk eten. Dus nu heb ik ook een nieuwe ding op mijn kanaal... dat ik artiesten uitnodig om hun lievelingseten te gaan eten of zo. Yeah. Okay. En dat, dat wordt dan een soort nieuwe rubriek van mijn kanaal. Alleen ondertussen leer ik ook hoe zij cultureel met elkaar omgaan. Dus dan vraag ik ook dingen dus zoals dat buigen en wanneer buig je wel, wanneer niet... En het is niet iets wat ik hoef te leren als buitenlander daar, maar ik vind het leuk. Ik vind het ja, goed tuurlijk. om uh, dieper ja. begrip te hebben voor, uh, voor een cultuur. Maakt niet uit waar ik ben, ook al ben ik in Indonesië of ja. Zuid-Amerika ja. of Spanje. I don't know. Ik vind het leuk om dieper begrip te hebben van een cultuur. Wat is de grootste sport in Japan? Baseball, uh, uh, toch? Honkbal en dan ja. voetbal volgens mij. Oh, misschien... Ja. Met honkbal iets doen dan toch? Ja. Honkbal gaat harder Ja, daar voetbal dan. gaat ook. Ik ben, ja. ik ben zelf, zelf voetballer, dus ja. ik zal sowieso meer in de voetbalduiken. Oh, ja. Maar ja, ja, ja. honkbal, ja, het gaat harder. Heb, heb je Blue Lock gezien? Ik heb niet gezien, maar nee. ik heb wel in groot gedeelte. Oh, ik heb bijna, je een, je ik kijk veel of, anime, maar ik ja. hou niet zo per se van sports anime. Nee? Nee? nee dat is niet. Bro, wow. ik zeg je eerlijk, sports ja. anime is. Ja, is mijn ding. Ja, na, na Isekai is dat echt Ja, 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 ja snap ik. Nee, nee Blue Lock moet ik wel kijken. Ik, ja? kijk, ik, vind, ik heb bijna elke anime gezien. Eh, ja. Maar sports anime is trekken. Maar Kuroko no, basket, basket ook, huh? ook niet. gezien. Nee, nee, nee. Bro, die ja. moet je echt moet eens. Die moet even in, man. Ik was laatst... homie van mij, ook een YouTuber. Takeshi from Japan. Hij interviewt mensen op straat. Huge platform. Hij had mij ook geïnterviewd. Is dat die guy die alle talen kan? Nee nee, andere, nee, 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 oh, dat is een okay. andere guy. Deze okay. guy interviewt basically gewoon mensen in Shibuya. En dan vraagt yeah. hij gewoon allemaal dingen. Wat is je ja, 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 lievelingsanime? Dus ik had. Ik had <laughs> oh, die heb ik gezien, ja, 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 ja. Dus hij had mij geïnterviewd van wat je lievelingsanime en allemaal dat soort dingen. En toen zei hij: Wat vind je de meest overrated anime? En toen zei Ga je ik, One Piece zeggen. Ja, ik zei. Oh. Ik, kijk, oh. ik zei. Attack on Titan, maar met, wow. okay. maar met een idee erachter. Wow. Okay, okay, ik yeah. vind Attack on Titan een van de hardste anime's. Mm -hmm. ik, ik was niet een soort shot. Maar ik zei ik vond de pacing moeilijk, hoe lang het duurde en dat ze die pauzes namen heel lang. vond het moeilijk om steeds terug in te komen. Terwijl ik vind het een van de hardste animes 'Till This Day'. Oké. Alleen ik zei wel lievelingsanimes. Vind Ik vind niet gek. Vind niet gek. One Piece is je lievelings. Ja, dat kijk ik al sinds ik 17 ben of zo. Ja. Ja. One Piece is sowieso mijn top drie, maar hij is echt bleach man. Maar Hij is echt bleach. Vooral zeg maar nu met de veranderingen van Ichigo, wat hij echt is en zo. Ik wil niet spoileren voor mensen, snap je? Nee. Maar gewoon <laughs> Bleach is voor mij de lijfst. Maar ik vind echt gek dat je Kurokon no Basket niet hebt gezien. Nee, ja, ik, ik moet even iets meer een sports anime komen. Bro. Ik zat meer echt in een andere. Wat, weet je wat het ding ook is met Blue Lock? Blue, Blue Lock kwam in die tijd dat, um, dat uh, WK was. Het ja, ging in Japan supergoed en ze hadden dezelfde keer. Dus ja. het was gewoon van: Bro, Blue Lock is echt. Bro, je Heb je Samurai Champloo gezien? Uh, nee, wel? Ze houden anime. Oh nee, ik vond nee, ik, ik het uh, lelijk getekend. Oeh. Daarom heb ik ook de eerste 70 afleveringen van One Piece heb geskipt. Van mm. lelijk getekend. Ja, snap <laughs> ja van, man. Ja, Dit is, is gewoon grauw. Ja, ja, bro. Echt? 97. Bro. 9, ja, ja, bro. Als je die eerste afleveringen van One Piece gaat checken. Luffy ziet er gewoon raar uit. Nee, ja, ja, Toussaint ziet heenkomt, er helemaal vaag uit. Ik kan daar niet tegen, man. Ja, moet Dus daarom die heb ik gelaten. Maar nee, je moet Kuroko ook checken. Jimmy nog niet. 100%. Ja, dat vind ik. Oh, dat zie je dan ja. wel. Ja, ja. Ja, die, die, ja, ik weet niet. Dat was meer een klassieke. Ja, ik moest even checken. Ja, ik probeer gewoon alles te checken wel. Maar Anime eh, top 3? Top 3. Full metal Alchemist. Goeie. Hunter Hunter. En One Piece, denk ik. Koya. Jou? hoor? Koya. Oeh. Ik denk dead Note Dat moeilijk, zet ik ergens ja. oh, in, de, in, de, in, de, in de top drie, sowieso gegarandeerd. Ja, gegaan ja aan Death Note is eigenlijk door één. eens. Um, die <laughs> andere ook, maar wacht even, wacht even. Met, uh, die, die zeg maar qua verhaallijn een beetje op dead Note lijkt. Code GS. Juist, ja. ja, zet ik ook. En dan, ik denk Hunter Hunter, man. Hunter Hunter komt bij mij niet in mijn top drie, man. Wat een... Nee, bij mij is het Bleach. Lief. Bij mij is het Bleach heel, heel super standaard, maar Naruto ook. Maar het is heel goed uitgeschreven nee. Toen ik Boruto ging kijken, zag ik van oké, okay, Naruto is heel goed Naruto uitgeschreven. En dan, ja, dan One Piece, man. ik, ben, uh, ik het is heb moeilijk, mo man. Het moet een top 10 zijn. Er is veel, er is en veel. One Piece is aan sparen. Ik heb zeker ja. drie maanden niet gekeken. Want, en uiteindelijk, ik vond dat gevecht tegen Kaido duurde veel te lang. Dus ik had ja. sinds die niet meer gekeken. Sinds ze hadden gewonnen, Smart. heb ik niet meer gecheckt. Snap je. Ja, maar. Al die dingen heb ik geskipt, man. Al die lange dingen, One Piece... Ja, maar ik zeg, al. zeg, zeg, zeg echt, het al vanaf broer. het begin Ja, snap je? Broer, dan ik zit er als elf zo. Helemaal geskipt, man. ik raad mensen nog. ook niet ja. per se aan om nu nog aan One Piece te beginnen. Behalve als je echt, 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 echt niks te kijken hebt. Zou ik het wel doen, maar is veel, man. Het is nu volgens mij aflevering 1140 of zo. Ja, Veel tijd, man. 52 afleveringen per jaar. Ja, en dan zijn de 1100 nog, Weet je hoe lang dat duurt? Man. Ja, snap je. Ja, ik, uh, ik ga er niet komen, man. Ja, maar Patrick, nee. thanks voor je tijd, man, broeder. Geen probleem. Ja, ik, uh, Thanks voor uh, je tijd, man. Dankjewel. Wacht, wacht, wacht. Hoe sorry. gaat datelife dan? Maar in Japan? Goeie vraag. Goeie vraag. Goeie ja. vraag. Want nu dat je daar zo vaak bent, <laughs> is het... Ja, je shift. Ja, ja, ja. ja het, is het is een hele grote shift. Ja, ja. <laughs> Oké, dat weet ik. ja, dat is ja, het. Hoe, hoe ja, ze daten daar ja, anders dan hier? Heel anders. Ja, heel ja. anders. Ja. Maar ben je daar niet een soort van uh, seksbom? Gewoon je nee. loopt langs het mes naar je kijkt. Van, oeh. Nee, nee, het is, het is heel, heel he he het is daar ingetogen? Ja. Ja? Alleen ingetogen, ik moet wel ja. zeggen daar nou, niet de fout, maar mensen denken vaak dat ze uh, heel ingetogen zijn. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ik ik, ik moet ik niet deal, maar ik praat dan met vrouwen wel eens en ik merk wel dat het uh, zijn veel andere regels ja? qua communiceren. En dat moet je gewoon even leren. E, e, Als ah, je minder direct? Ja. minder direct... Ja, ja. 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 dus we hebben veel minder direct en de uh, pace is gewoon is heel anders. Yeah. Dus hier, ik heb hier ook wel in, in Amsterdam gedeten, en dan kan je veel directer zijn met elkaar. Mm -hmm. Alleen, ja, daar zit het. Ja, het is, kan echt lang duren voordat je snapt wat's going on. Yeah. Yeah. Okay. Alleen je moet, als je die geduld hebt en je laat je gewoon los, ja, dan. Yeah. Ja, ik ik had ook al er... gezien dat daar de druk op liefde en relatie heel anders ligt dan hier. Leeftijdsgebonden ja. leer ik. Ja, ja. Ja. Dus rond je dertigste, ik ben nu in de dertig, dus ik ontmoet vrouwen in de dertig, dus dan is het anders. Mm. Dus je gaat. Vrouwen daten daar veel directer op trouwen. Ja ja, 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 Terwijl hier daten is misschien veel meer nog op gevoel en hoe ik me voel. En ja. mm -hmm. Alleen daar is het van, nou, ja, nee, ik moet. Want daar worden vrouwen vaak, wat ik heel kut vind voor hun, social pressure is. Ja, is voor je derdeste ja. moet je getrouwd zijn. Anders ben je, wat ik echt, dat vind ik wel echt. Want ik, ben, ik hou van Japan, maar ik ben het niet mee eens met mm. veel sociale dingen Tuurlijk. die daar gebeuren. Maar ja, dat is dus je merkt ook in een date of zo voel je soms heel veel haast. Terwijl ja, hier is het, het is, al, ja, het is ja. een grote toren. Ja, ik ja, ben ja, een donkere persoon, buitenlands en in Japan. Dus ja. als je op date gaat, er zijn veel hobbels waar je overheen moet eerst, voordat je denkt: van oké. Okay, dus daarom is het gewoon wat lastiger, ja, dat is maar... Je dat dat ziet het zelfs in anime. An anime worden... Ja, als je zeg maar jong <grijp> bent, word je oud getekend. Maar als je ja. rond de dertig bent, ja. noem ze je, je Osang. Ja, precies. Dan ja. word je ja, gelijk een ja, oh. oh, oh, ja. oh, oude bro, oh, bro, je bent ja, 20, Ik zeg man. het ook altijd. Ik gebruik het woord Ojiisan altijd. Van een oude man. Van ja, ik ben gewoon oude man, dus ik doe gewoon rustig. Maar ja, nee, het is... Ja, het is, het ja. is prima. Het, het is niet veel anders dan hier. Alleen de, de tempo is gewoon pacing, anders. Ja. we u dus. uiteindelijk ook gewoon helemaal wonen? Is dat dat, dat weet ik niet. Oh, Wat voel je, je eigenlijk Waar voel je je thuis? Ja, dat is een gesprek die ik voor mezelf nog helemaal moet voeren. Ja. Ik, weet ja. niet. ik voel me echt Damsko. Mm -hmm. oh, yeah. weet ja. je? Ik ben echt Amsterdammer. Ik kom uit de Jordaan. Mm -hmm. En dat voel ik echt. Okay. Als Amsterdam een nationaliteit zou zijn. Ja, ik ken dat. Dat voel ik me echt. Maar... Ja, yeah, I don't know. Ik heb geleerd om me gewoon overal free te voelen. Wereldmensen. Ja. ja gewoon positiviteit overal proberen te pushen. <coughs> dat wat we nodig hebben in de wereld. Yeah. Dus uh, I don't care where I am. <laughs> ja, nee, ik doe weet. het gewoon. Okay. Ja. En kinderen? Heb je kinderen? Nee, geen kinderen. Oké. Okay. 100 Maar nogmaals dank, man, broeder. Ik voel al oh, dat ja, er ja, gewoon ja. een... een, een... Toekomt. Ja, alsjeblieft, als ja, mensen er ja, willen zien, ja. laten we nou, ja, Ik schilderen. met jou er, ook nog alles besteken. Zeker, we doen. Zeker, doen eentje in Japan zelf. Maar wanneer kom, Japan? wanneer kom jij naar Japan? Wanneer kom jij naar Japan? Bro, ik zeg je eerlijk, de way, mijn portemonnee, setup. Ik moet eerst naar Mexico. Oeh, wel lekker. En daarna ga ik kijken naar Japan. Maart. Ja, man. 30 maart. Wacht 30 ik maart. op jou. Wat is in maart? Bij het vliegveld, daar komt de kerstblussen in Japan. Daar komt de kerstblussen ja? ja, man. Ja, dan wacht ik Shit, op jou man. Oh. bij die vliegveld. volgende keer weet Kerst, ik je te vinden. Ja, ja. Weet ja, ik ja, te vinden. volgende keer weet ik je te vinden. Zeg, bro, me. jij kent alles. Jij ja, ja, weet, You know the spots. Ja, ik laat je ja, mijn gedeelte. Ja, zien. man, 100%. Much much love ja. dat je ja. er was. Dank je wel. Uh, veel succes straks, man, die zes maanden. Gaat lukken. Ja, gaat sowieso lukken. 100%, man. Mensen thuis, vergeet niet even om naar ons profiel te gaan. ons vijf sterren te geven, alsjeblieft. Liken, delen, follow iedereen. En tot de volgende keer. Shout out. We out. Love.